Ja, welkom bij Autisme TV. Ze trok volle zalen in Turkije. Ze vertelde daar over haar autisme, over haar leven. En dat kreeg veel bijval. Van ouders, deskundigen, mensen die dat verhaal herkenden. We hebben het over Birzin Bazar. En ze is vanavond onze gast. Autisme TV. Hoi. Welkom. We gaan het ook uitgebreid over die reis in Turkije hebben. Daar is een documentaire over gemaakt. En daar gaan we beeldfragmenten van laten zien. Maar we gaan het ook hebben over haar, de manier waarop je beroemd geworden bent, wou ik zeggen. Beroemd in Nederland. Dat is die eerste documentaire. En dat ging over haar leven, over jouw autisme. Was dat jouw idee, die documentaire? Ja, dat was mijn idee. Toen mijn eerste boek uitkwam in Turkije, was ik de eerste jonge volwassene. En toen dacht ik, dat is mooi om te filmen. Vandaar. Ja, nou, daar gaan we het straks ook met u over hebben. We gaan u eerst in op de eerste documentaire die is gemaakt. En dat doen we aan de hand van een fragment. Dat gaan we nu starten. Autisme is een perversieve aandoening. Dat wil zeggen dat het op veel terreinen in het leven invloed heeft. Mijn autisme heeft op alles wat ik doe invloed. Om enkele voorbeelden te noemen. Eerlijkheid die me in de problemen brengt. Niet kunnen omgaan met veranderingen. Verwachtingen hebben die nooit uitkomen. De gevoelens van mensen niet begrijpen en niet juist reageren. Moeite met aanrakingen. Niet zelfstandig kunnen wonen. Last hebben van geuren en geluiden. Onhandigheid, eenzaamheid. Onbegrip van familie en omgeving. Ze is hele waslijst, man, dat ik niet kan. Ja, documentairemaakster, dat zou ik nog vertellen, is Pauline van Tuyl, hè? Ja. Inmiddels misschien wel een vriendin van je. Ja. Omdat ze al ook de eerste en de tweede documentaire heeft gemaakt. Ja. Maar hoe oud was je in deze documentaire? Bij het begin was ik 24 jaar. En dat heeft 3 jaar geduurd. Dus 27, op 27-jarige leeftijd waren we er klaar mee. Hmm. En toen die eerste documentaire, die heeft nogal wat aandacht gehad, hè? Die is op televisie uitgezonden. Ja, weet je hoe hard we daarvoor gewerkt hebben om dat voor elkaar te krijgen? Ja, ja. We hebben ik ben ook wel in het landelijke nieuws geweest, in de krant onder andere en bij Eén Vandaag. En ja, hij is ook uitgezonden, ook in Turkije. Okay. Bij de nationale televisie. En ja, het heeft inderdaad best veel aandacht gehad. En heeft het jouw leven veranderd? Nee, ik ben gewoon steeds hetzelfde. Het is alleen dat sommige mensen dan zeiden een keer, toen ik aan het werk was bij de BIEB, als vrijwilliger, van ja, ik heb je documentaire gezien, is prachtig. Zelfs toen mijn moeder deed er ook aan mee, werd zij herkend in een winkel. De verkoopsters deden aardiger tegen haar, zei ze. Dat vond ze niet erg of zo. Maar ja, ik kreeg wel goede reacties erop. Ja. Ik kom even terug op dat lijstje, die opsomming van kenmerk van autisme, ja, in dat fragment. Zijn er nu, gaan dingen je nu makkelijker af? Ja, met veranderingen bijvoorbeeld. Vroeger vond ik het heel erg moeilijk om op vakantie te gaan. Maar ik heb steeds mijzelf ontwikkeld. Bijvoorbeeld, ik ging vroeger nooit meer naar Turkije, 8 jaar lang. En op een gegeven moment dacht ik van, ik wil niet meer alleen maar thuis zitten, ik wil ook op vakantie. Dus langzaamaan ben ik 1 keer gegaan, daarna 2 keer per jaar. En zo langzaamaan heb ik mezelf getraind, waardoor ik zelfs naar Japan ben geweest. Doe maar. Heel ver land, ja. Heel andere omgeving. Was heel moeilijk, maar ik heb het toch weten vol te houden. Oké, okay, knap. Ja. Ja, we gaan deze uitzending onder andere een aantal fragmenten uit je eerste documentaire bekijken, ook uit die tweede. Ja. Ik heb nog een ander fragment geselecteerd en daar wil ik graag ook nu even met jou naar kijken. Ik ben benieuwd welke. Dank je. Als je een dame wil worden, dan moet je ook netjes eten, netjes praten. Hè? Er zit niks anders op. Het is niet alleen bij Turkse culturen zo. Dat is overal zo. Nee, maar je schaamt je wel eerder als het gaat op Turken. Je wat? Is ja, wat? Onnazer. Ja. Zeg dan dat je schaamt als Turk, de Turken hiernaast horen. Wille, den mes. Ajip, wille. Nee, maar bij Turkse cultuur heb je nog meer. Maar toch willen wij gewoon ook al, is het gewoon dat je normaal geen dingen bent, zeg maar. Standaard mensen. Vertel dan dat je voor me schaamt soms. Vertel dan. Ja, misschien. Natuurlijk schaam ik me soms, maar omdat je... Maar waarom dan? Omdat je zo hard praat opeens. Wat is er mis mee? Hoor je het beter? Wat?
Als je zo opeens zo hard praat, dan kijken ze opeens, hè? Net over kijken, wat is er aan de hand, bijvoorbeeld. Terwijl er helemaal niks bijzonders aan de hand is, maar omdat ze zo een beetje luidruchtig praat, zeg maar, dan lijkt het net ook of ze een beetje ruzie maakt. Dan is het niet zo. Maar het is alleen maar omdat ze dan heel snel praat. Ja, is je moeder erin geslaagd om voor jou een dame te maken? Nee, daar zal ze nooit in slagen, volgens mij. Oh, nee? Want ik ben nooit geweest zoals die andere Turkse meisjes, zo beleefd zijn. En ja, dat kan ik niet en dat ben ik nooit geweest. Dus. Ja. Nog even naar jouw autisme. Heeft jouw moeder ook wel eens gedacht dat het misschien aan haar opvoeding lag? Dat jij gedragsproblemen had? Vroeger dacht mijn vader of zeiden ze wel eens van ja, het komt van jouw familie. Oh ja? Ja, dat zei hij wel eens. Want? Daar zag hij herkenning in? Bij bepaalde familieleden wel, ja. Ja, maar daar wisten ze niet van autisme, neem ik aan. Nee, ik was de eerste die ooit werd gediagnosticeerd, dus ja. Ja, maar hoe gaan mensen in de Turkse cultuur om met autisme? Bedoel je mijn familie of in het algemeen? In het algemeen? Ja, ik kan natuurlijk niet voor anderen spreken. Maar autisme wordt in het algemeen niet echt bij iedereen als een probleem of iets gezien. Bijvoorbeeld, het is onzichtbaar. Bij mij, ik kan werken. Ik kan naar school gaan, ik kan zelfstandig reizen. Dan denken ze van, ja, wat is het probleem? Sociaal, ga maar naar een bruiloft, dan word je wel socialer. Zulke dingen zeggen ze dan. Alleen mensen die ermee te maken hebben, die begrijpen het. Andere mensen van buitenaf, die praten er makkelijker om. Maar dat heb je ook in de Nederlandse cultuur. Ja. Ja, alleen de schaamte en het taboegevoel is veel groter, denk ik, dan bij de Nederlandse cultuur. Ja. Want in de Turkse cultuur en de Marokkaanse cultuur is sprake van een wijgroep. Als je iets doet of als je iets zegt, dan weet heel de groep het. En dan gaan ze erover praten. Ja, ja. En ik denk dat het voornaamste probleem is. En in jouw familie, ooms en tantes, ja, bijvoorbeeld, hoe gingen die daarmee om? Nou, die zeiden van, we begrijpen het wel. Maar dan, ja, dat zijn alleen maar woorden. Dan zie ik het vervolgens niet terug in daden. Dan wil ik graag dat ze mij meevragen ergens naartoe. Dan alleen maar te zeggen van, ja, we begrijpen je. Snap je? Ja. 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 Of als je weer problemen veroorzaakt van dat ik iets niet wil eten, dan begrijpen ze niet waarom ik mij zo gedraag. Ja. Of dan ga ik naar mijn tante toe en dan zegt ze er is bezoek. Terwijl ik dacht dat ik alleen ga komen. Ja, ja. Terwijl ik alleen ga komen. Ja. Denk ik van waarom zeg je dat niet dan? Ja. We gaan weer naar het volgende fragment. Want anders komen we niet door die uitzending heen. We starten hem nu in. Het is van een aantal jaren terug. Lelijk. Wat is dit? Ja, bijvoorbeeld deze. Dan zien ze zo'n foto. En dan zien ze een foto zo, bijvoorbeeld. En dan zeggen ze wel eens van, ben jij dan wel? Ja, dat ben ik. Waarom kan dat niet mogelijk zijn? Ik bedoel, ik doe gewoon alleen mijn haren los en ik doe iets anders aan en mijn bril doe ik af. Er zijn vrouwen die alleen maar zo uitzien. Die alleen maar zo zijn. Alleen maar zo. Aandacht voor kleren, al die shit. Ja. Ik vind het gewoon lastig. Gewoon iemand tegen te komen die mij zo accepteert en dan. Ja, en dan ook een Turk. Mensen zitten de hele tijd te zeiken van moet per se een Turk zijn. Ja, ik wil dat de Turk is, want ik ben al. Ik sta al heel erg ver verwijderd van de Turkse cultuur. Ik wil ook er meer bij horen, niet de hele tijd achter raken. Snap je? Want je zou wel graag zo willen uitzien. Ja, ik denk dat ik dan meer aandacht krijg van mannen. Niet dat ik het zelf geweldig vind, maar ik zou me denk ik ook meer zelfverzekerder voelen en echte vrouw. Ik heb meer nu zo'n relaxed kleren aan. Maar daar vallen niet alle mannen op, hè. Die willen een echte vrouw. En maar dat is lastig voor mij. Gaat ook op dat je jezelf relaxed voelt. Ja, dat is wel zo. Maar ja, als mannen mij niet meer leuk vinden, dan voel ik me ook weer kloot, snap je? Dus het is het een of het ander. Ja, je zocht dus een Turkse man. Ik vond het een heel mooi fragmentje. Waarom?
Nou, omdat je heel veel over jezelf zegt. Ja, dat zijn vroeger. En tegelijkertijd ook iets over vrouw zijn. Hoe je staat ten opzichte van andere mannen. Het is te veel gezeik, ja, de hele tijd. Dan moet je denken hoe je eruit ziet. En dan moet je ook nog denken van hoe je iets gaat zeggen. Mijn hele hoofd is al vol de hele dag. Uh-huh. Voor alle indrukken en alles wat ik moet doen. En dan moet ik ook nog daaraan denken. Ja. Daar word ik gewoon kei moe van. Ja. Maar je zocht een Turkse man. Ja, ik heb hem nou. Je hebt hem? Ik heb 2 jaar hebben we nou. En hoe heb je hem gevonden? Ja, hij heeft mij gevonden. Hij heeft mijn boek gekocht. Ja, maar als ik een boek koop, heb ik niet gelijk een vrouw erbij. Hij heeft via social media contact opgenomen. Hij zei van, ja, je bent een inspiratie, waar kan ik je boek kopen? Dat had hij via social media gezien. Ja. En denkt, dat is een interessante vrouw. Nou, hij had via social media contact opgenomen. Hij had via iemand gehoord van mij, over mij. En toen stuurde hij nog een mailtje. Vertelde hij wat meer over zichzelf. Ik dacht van, het is een moderne Turk, lijkt me wel boeiend. Toegevoegd en ja. En toen begonnen jullie, ja, te communiceren. Hij was heel erg geïnteresseerd in autisme. En ja, ik vertelde ook gewoon dat ik gewoon meedeed aan een Databos. Dat is een televisieprogramma, hè? Ja, voor mensen met een beperking. Uh-huh. En toen leek het alsof hij interesse had. Dus heb ik gewoon gezegd van, ja, als je interesse hebt, laat het dan gewoon geef dat duidelijk aan. Want ik heb geen zin meer in mensen die zeggen van, ja, ik vind je leuk en dan weer, ja. Vervolgens afhaken. Ja, daar heb ik gewoon geen zin meer in. Maar hij bleef volhouden. Ja, hij bleef volhouden. Hij was gewoon, ik weet het niet, maar het is gewoon echt een goede gast. Ja, en waarom viel je op hem? Hij is heel modern. Natuurlijk ook knap en zo. Hij is slim. Ik bedoel, hij weet wat autisme is. Hij accepteert het en hij begrijpt het. Hij zegt niet van, ja, waarom doe je zo? Heel soms wel eens, maar ja. En heb je wel eens ruzie dan? Ja, tuurlijk. Weet je hoe vaak we in Tokio hebben ze moeten zoeken naar eten. Op een gegeven moment kreeg hij daar ook genoeg van. Ik heb niks met sushi of Japans. Moest ik heel op tijd een Italiaans restaurant zoeken. Ja. Pizza is pizza overal. Ja, ja. Nee, leuk. Nou, je bent blij met hem. Dat merk ik wel. Ja, tuurlijk. We hebben natuurlijk ook plannen voor de toekomst. Okay. Het is alleen een beetje moeilijk uit te voeren omdat hij wat verder woont dan ik en ik mijn werk heb ergens. Dus ja, ja. Ik moet er nog even kijken. Want jij werkt in Breda, hè? Ja, en hij woont in Hoofddorp. Oké. Okay. Elke dag op en neer, dat denk ik niet dat ik dat ga redden. Hij heeft een huis daar en zo. Dus samenwonen misschien? Ja, samenwonen, trouwen weet je wel gelijk. Maar elke dag van daar naar het werk, dat is te vermoeiend voor mij. Ja. Dus we moeten even kijken hoe dat gaat. Ja, nou, we gaan trouwens straks ook kennis maken met Mehmet. Want ik heb ook, want Mehmet heet hij, hè? Ja, oh ja, je gaat de tweede film laten zien. Ja, ja, ik ga straks een fragment laten zien. Een fragment in Turkije, hè? Ja. Waarin hij was ook mee, dus jullie zijn hier samen opgetrokken. Hij ondersteunt mij heel erg. Ja, dat zag ik ook in die documentaire. Dat vond ik trouwens ook belangrijk in een partner, dat hij mij ondersteunt met mijn activiteiten. Ja, en hij begrijpt autisme? Ja, hij begrijpt het. Ja. Heel goed. Ja. En begrijp je hem ook? Soms niet, maar ja. Nou, soms wel, ja. Ja, ja. Maar wij gaan door naar eigenlijk de reis in Turkije. Hè? Ja, dat is ook een enige reis, zijn. Hè. Ik maak elk jaar 2 keer een reis naar Turkije. Ja, oké, maar die reis, die is gefilmd. Die is, ja, gefilmd. En, ja, daar is een documentaire over gemaakt. Ja, ja. Nou, dan gaan we eigenlijk naar dat eerste beeldfragment. Die documentaire, zou ik ook zeggen, is gemaakt door Pauline van Tuyl. Hè? Dus die ook die eerste documentaire heeft gemaakt. Dan gaan we kijken naar het eerste beeldfragment. Çünkü Türkiye'de bana inanmadılar, otistik olduğuma. Öyle mi? Sanki bunu kanıtlamakla ilgili bir, evet, süreç mi yaşıyorsun? Evet. Kendi içinde bunu mu yaşıyorsun? Evet, çünkü ben artık Türkiye'de kendimi, Türkiye'deki insanlara anlatmak istiyorum. Ben neden otizmli olabilirim diye. Bıktım artık öyle laflardan, yalancısın falan diye. Çünkü Hollanda'da öyle değil. Hollanda'da benim gibi çok var. Ve ben onun için Türkiye'de seminerler vermek istiyorum. Ik ben Birsen en ik ben in Turkije om presentaties te geven over autisme. Mijn vriendje Mehmet vergezelt mij hierbij. Mensen in Turkije geloven vaak niet dat ik autisme heb, omdat ik mijzelf kan uitdrukken, werk en een opleiding heb voltooid. Evet. Benim gibi otistik hiç gördün mü? Hayır, böyle görmedim. Kendini ifade edebilen. Evet, gördüm. Gördün mü? Gördüm. Nerede? Einstein. Ya, onu ben verebiliyorum. Ha, hayır, o değil. Böyle bizim normal kendini ifade edebilen çocuklarımız da var. Var mı? Benim oğlum var mesela, kendini hani ifade ediyor ama mesela bunlar da hani
çiş, kaka kontrolü olmuyor mesela. Kaç yaşında senin çocuğun? Benim çocuğum biz 2,5 yaşında anladık hani otizmle hani gelişiminde gerileme gördüğümüz için. Evet. Şu anda 11 yaşında. Sizce neden benim gibi otistikler burada Türkiye'de bilinmiyor? Buranın daha bilinçsiz yani toplumda daha bilinçsiz. Yani otizm dediğim vakit bulaşıcı mı cevabını çok aldığım oldu benim. Şimdi Türkiye'de biraz önce sen dedin ki hani yetişkinlere tanı koymuyorlar. Aslında şöyle yetişkin pek çok otizmli var. Mesela bizim üniversitemizde de öğrenciler içerisinde Asperger'li olanlar var. Ama herkes kendisini senin kendi ifade ettiğin gibi göstermek istemiyor. Çünkü henüz Türkiye'de ön yargılar var. Evet. O ön yargılar nedeniyle hani aslında pek çok tanısı olan işte büyümüş, yüksek işlevli de Asperger'li olduğu için kaynaşma süreciyle işte liseye gelmiş, üniversiteye gelmiş. Ama hiç kimse ben otizmliyim diye ortaya çıkmıyor. Ja, je hebt heel wat plaatsen bezocht, mensen gesproken. Je hebt in een die hele, film? Ja, je hebt een hele tour gemaakt. Dat zou voor iemand zonder autisme eigenlijk al een pittige klus zijn. Hoe was dat voor jou? Ik was er kapot van. Ja? Een normale reis vind ik al vermoeiend, zeg maar. Het reizen, het presenteren en dan ook heel die mensen eromheen heel de tijd te woord staan. Ik was er gewoon kapot mee en dan moest je nu met de camera ploeg heel de tijd die vertaling heen en weer doen. Ik was gewoon aan het eind echt kapot. Ja, ik kan me voorstellen. Maar dat wilde je toch? Ja, ik wilde het, want ik wilde mensen in Nederland laten zien wat ik nou echt doe in Turkije. Ik vertel wel hierin bij presentaties van ik ga naar Turkije, ik doe dit en dat. Maar iedereen kan denken, ja, lult ze maar wat of zo. Maar ik dacht van ik ga het met beeld laten zien wat ik echt doe en hoe het daar is. Hm. Was je blij dat het erop zat? Jawel. Of had je nog wel even doorgekund? Nee, dat was wel echt te veel. Het was 2 weken. Het was echt veel te veel. Ja. Wat je niet zag in de film. Ik ben daar bij 4 plaatsen geweest, maar ik was daarvoor eigenlijk bij nog een plaats geweest. Maar daar waren zij niet bij. Het waren dus 5 plaatsen in 4 weken, in 2 weken. En heeft jullie relatie stand gehouden? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, ik ben zelf naar Japan overleefd, dus... Dat is ook samen, hè? Ja. Ik heb echt ondersteuning nodig als ik nou zoiets doe. Ja, maar jouw belangrijkste missie daar... Hè, is autisme bekendmaken. Autisme bekendmaken. Ja. Ja. En daar wil ik ook een volgende fragment even laten zien hoe dat ging. Oğlanla benim farkımı göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu oğlanın yani Down sendromu, zihinsel engelli ve otizm spektrumu var. Yani 3 tane kriter birden. Yani gördüğünüz gibi bizim aramızdaki fark benim zihinsel engellim yok. Benim tek otizmim var. Onun için ben böyle kendimi ifade edebiliyorum. Benim zihinsel engellik veya başka şeylerden rahatsızlığım yok. Onun için bizim farkımız bu. İnsanlar bu farkı bir türlü anlayamıyorlar. Yani onun 3 tane şeyi var, benim sadece 1 tane şeyim var. Benim de 3 tane olsaydı aynısından ama ben de onun gibi olurdum. Ja, wat voor mensen zaten daar in die zaal? Nou, voornamelijk professionals, ouders, studenten, artsen natuurlijk. Gewoon echt verschillend voor heel het publiek. En hoe vond je die of hoe wisten die hiervan? Ja, nou, de presentatie wordt georganiseerd door diverse organisaties. En in dit geval was het de plaatselijke GGD. Hm. Die hebben echt contacten met heel de stad. Dus die hebben echt iedereen kunnen bereiken. Ja. Maar die presentaties, hè? Draaide je die zelf in elkaar? Heb je die thuis vooraf voorbereid? Ja, ik maak die gewoon vooraf als ik ga naar Turkije. En dan heb ik mijn verhaal en die zet ik erop. En dan... ja. Ik heb het zo vaak verteld. Ja, wat in dit fragment viel mij op dat je het had over de vergelijking tussen autisme en syndroom van Down. Ja. Bestaan daar veel misverstanden over? Nou, niet syndroom van Down, maar ik had een jongen met autisme begeleid die ook een Down syndroom had. En ik wilde het verschil daarvan laten zien aan mensen. Dat je ook, zeg maar, normaal en hoogbegaafd hebt en... mensen met autisme met een verstandelijke beperking. En die groep wordt die groep kennen ze beter in Turkije dan de andere groep. Snap je? Mm-hmm. Dat verschil wilde ik laten zien. Ja. Die zijn hetzelfde, alleen heb ik geen verstandelijke beperking. Ja. Ja. Die documentaire heet Is er iemand zoals ik? Hè? Iemand zoals ik. Of, ja. Ja, iemand zoals ik. Maar daar in die collegezaal stelde je ook de vraag, is er iemand zoals ik? Ja, dan moest ik van die camera ploeg stellen. Ja, maar er was niemand. Maar denk je dat er wel mensen waren die hun vinger niet durfden op te steken? Of? Zou best kunnen, ik weet het niet. Maar ik heb er wel toevallig eentje ontmoet dit jaar. Okay. Ik ben in maart geweest en toen heb ik een meisje leren kennen.
normaal begraafd. Ze was gewoon net als ik. Ja. Ze was blij. Ze had gevraagd naar haar lerares, zijn er wel mensen zoals ik? Ja. En ze was heel blij om mij te leren kennen. Ja. Maar als je op straat sprak met mensen, hè, daar zien we ook verschillende scènes van. Ja. En gewoon gesprekjes, alledaagse gesprekjes. Had je de indruk dat er veel autisme voorkomt, maar dat het allemaal binnenskamers wordt gehouden? Of hoe? Ja, kijk, de wat zwaardere vormen, die houden dat niet voor zichzelf. Dat kan ook niet. Maar mensen die, denk ik, net zoals ik zijn, die houden dat voor zichzelf. Ik ken een jongen die werkt bij het ministerie in Turkije. En die wil absoluut niet dat anderen dat weten. Want dan krijgt hij een stempel en dan gaan andere mensen hem, zeg maar, veroordelen. Ja. Hij wil het absoluut niet. En ik denk dat er echt heel veel zijn in Turkije. Als we zeggen dat er 77 miljoen mensen zijn, en 1 op de 88 heeft autisme, iets van 7 ton of 700.000 met autisme. Het zijn echt niet alleen maar zware vormen, hoor. Nee. Die van mij heb je ook, alleen ja, jou dit stil of die weet het niet, ik weet het niet. Ja, en wat wil jij dan bereiken? Ik wil dat er meer bewustzijn voor die groep komt. En niet alleen maar dat er steeds wordt verteld, je autisme, een kind dat je niet in oog kan aankijken, dit en dat niet kan. Terwijl het een heel groot spectrum is. En ik heb het idee dat vooral de één kant daar belicht is en de andere kant nog lang niet. Ja. Maar mensen zeggen dat die kant ook nog niet echt heel bekend is. Ja. Vooral in het onderwijs is echt heel veel nog te doen. En je begint nu over onderwijs, want in die documentaire zien we ook dat je een school bezoekt. Hè? Je kwam best wel een mooi initiatief op het spoor ook. Ja. En je bezoekt daar een school, speciaal onderwijs. Ja. En, maar die school, dat is een initiatief van een vader met een zoon met autisme, hè? Begrijp ik. Dat was in Cyprus. Maar het was niet die school? Nee, dat was niet die school. Oké, heb ik het verkeerd begrepen. Maar in ieder geval, we gaan ook even kijken naar een fragment van die school. Want die wilde ik ook even laten zien. Ja. Ben okulda eğitim almayı, eğitim aldığım için çok severim. Değil mi Yükselen? Evet. Aferin. Çünkü birbirine destekliyorlar. Evet, o çok güzel. Evet. Ama Yükselen ben dinliyorum o to. Evet. Arkadaş onlar. Evet. Aferin. Keşke benim de öyle arkadaşım olsaydı o yaşlarda. Var işte. Ya var ama o yaşlarda diyorum. O yaşlarda. O zaman yoktu benim. Bilseydik seni de buraya çağırırdık. Ya. Yüksek kapısı. Tja, ik zou het weten. Wat vroeg je aan hem? Ik vroeg wat hij vindt als hij jou weer tussen ziet lopen. Nou, ik denk heel anders toch? Niet anders. Tuurlijk wel, ik weet niet zoals hun. Ja, anders, maar ik kan goed met ze opschieten. Hij wil het. Hij wil het weten. Dat zie je wel, ze kan goed met ze opschieten. Ja, ze kan goed verbinding maken met deze mensen. Met deze kinderen een beetje. Ja. Vind je het leuk om het te trekken? Ja, ik vind het leuk. Ze zijn zo aardig voor me. Ze zijn onschuldig, ze hebben geen enkele vooroordelen. Nee, ze hebben ook geen enkele bedoeling om iets van je te krijgen of willen. Ze zijn gewoon, ze zijn heel aardig. Ja, wat vond je van die school? Ik vond het wel een van de betere initiatieven die ik ben tegengekomen. En wat sprak je aan dan? Nou, hoe ze omgaan met de leerlingen en hoe die leerlingen daar zich voelen. Je zag gewoon aan hen dat ze blij zijn. Maar is dit een school die veel voorkomt in Turkije of was dit eigenlijk best wel een unieke school? Dit is echt maar een van de eerste scholen die was opgericht door een ouder zelf. En dat was in Cyprus. Ja? Even kijken, dan moet ik even nadenken hoor. Maar je bedoelt te zeggen, er zijn van overheidswegen geen scholen waarin mensen met autisme ook echt goed opgevangen kunnen worden of eigen onderwijs krijgen? Niet echt goede, want die leraren daar weten amper wat autisme is. Dat zijn leraren die bijna helemaal niet eens vakken hebben gehad over autisme. Ja, want... En die speciaal onderwijsscholen, dat zijn echt docenten die weten wat het is. Ja. Veel meer kennis hebben. Ja. En ik weet niet hoe het deze man is gelukt, want om een school te openen in Turkije heb je ook heel veel geld nodig. Ja,
Ja. En misschien is de overheid van Cyprus wat meer toegeeflijker qua subsidie of zo, ik weet het niet, dan Turkije. Ja. En dan heb je het over scholen, leerkrachten die niet weten wat autisme is. Maar ik heb de indruk dat ook dokters, artsen, heel veel mensen niet weten wat autisme is daar. Hè? Nog niet allemaal, nee. Je zit op een gegeven moment ook in een andere scène bij een huisarts, geloof ik. Dan geef je hem jouw boek. En die man, en die man weet ook eigenlijk niet wat autisme is. Ja, ik was de eerste jongvolwassene die hij zag. Oh ja? Ja, dat heeft hij gezegd. Ik was de eerste die hij zag. Dus dat verbaasde me ook wel, maar ja, het is de waarheid. Ja, ja. Als je nou terugkijkt op die reis in Turkije, heb je veel bereikt, denk je? Ja, ik heb meer dan 2000 mensen over autisme bijgeschoold. 2000? Mhm. Doe maar. Er waren iedere keer heel veel mensen aanwezig. Uh-huh. Bij die ene scène waren al iets van 500 of zo. Ik heb ze een ander inzicht over autisme gegeven en sommigen pikken het weer op en gaan weer zeg maar door. Ja. Vorig jaar, of dit jaar is mijn film vertoond. De eerste film. Oh, de eerste. Ja. En hier in Nederland worden ervaringsdeskundigen erkend. Maar in Turkije nog niet. Maar dat begint daar ook mee te komen. Dat, bij die gemeente deden ze dat heel goed. En maar er is nog heel veel te doen daar. Ja, want wat zie jij voor jezelf? Ligt daar een missie voor jezelf weggelegd? Ja, ik weet niet of ik nog langer aan kan. Ik moet iedere keer alles regelen, de sponsoring en zo. Ik heb nog 1 jaar en dan moet ik weer gaan regelen. Ik denk van ja, op een gegeven moment is het klaar. Ik wil wel doorgaan, maar ik kan het niet meer alleen. Nee, maar dan hebben we het over Turkije, maar je geeft ook voorleggingen in Nederland, hè? Ja, hier ook, ja. Elke week wel 2 presentaties per week. Zoveel? Ja, hangt ook van de periode af. En dan af. Specifiek voor mensen in de Turkse gemeenschap of ook voor Nederlandse? Ook voor Nederlanders. Ik ben niet alleen maar voor de Turken. Nee. Ik geef aan iedereen. En word je daarvoor uitgenodigd of organiseer je dat zelf? Bij wie? Bij Turken of Nederlanders? Nee, als je die presentaties in Nederland houdt. Nou, ik word meestal wel zelf uitgenodigd. Maar bijvoorbeeld bij de Turkse gemeenschap moet ik wel zelf vaker vragen van zou ik een keer een presentatie mogen komen vertellen? Dat merk ik wel. Ja. De drempel is veel hoger voor die groepen. Ja. Dan denken ze, ja, wat is autisme? Ik heb er niks mee te maken, dus ik hoef niet te komen, weet je? Nee. En dan kom je aan in zo'n klein zaaltje waar bijna niemand is. Dat is pas kloten. Je zondagmiddag opofferen voor, als er niemand komt. Ja, maar als je nog even denkt aan die Turkse gemeenschap bijvoorbeeld, heb je specifieke adviezen voor mensen die daarmee worstelen met autisme? Nou, weet je, je kunt niks aan autisme doen. Je bent er zo mee geboren, dus ik zou ze adviseren te kijken naar de positieve kanten, dan alleen het negatieve. En hulp te zoeken, want als het echt nodig is, of als ze het nodig hebben. Maar dat begint bij de huisarts, toch vaak? Ja, maar die ziet het soms ook niet, hè? Nee. Soms wordt het ook verweten aan... Bij jou zag het ook niet, de huisarts bij jou zag het ook niet, hè? Nee, nee. Dat was mijn derde tip. En probeer vol te houden. Het is niet altijd makkelijk in het begin, maar met de tijd moet het makkelijker worden, ja. Ja. We zijn inmiddels alweer toe aan ons laatste fragment. En dat laatste fragment dat gaat over jouw relatie. Erkek arkadaşım var dediniz. Erkek arkadaşınızla duygusal anlamda, yani romantizm anlamda bir şeyler yaşadınız mı? Ya da yaşadığınız şeyler size duygusal anlamda bir şeyler hissettirdi mi? Ne gibi duygusal? Örneğin, yani ne için erkek arkadaşınız var? Niye? Beğeniyorum diye. Ne için beğeniyorsunuz? Yakışıklı. Bana iyi davranıyor, otizmi anlıyor. Gezebiliyoruz. Şimdi de hep avlanacak ama yani otizmi anlıyor. İkincisi iyi okumuş. Öyle korkak Hollanda'daki Türkler gibi değil. Şöyle demek isterim, daha açıklayıcı konuşayım. Açıkla. Elinizi tuttuğumda bir şey hissediyor musunuz yani? Ya tabii. İlk kez elimi tutan bir erkekti o. Yani ne anlamadım ne istiyorum ben yani. Ja, je leek een beetje geïrriteerd bij deze vragen. Ik vond het een domme vraag van ja, alsof ik zo heel erg anders moet zijn dan een ander mens. Van wat ik voel als hij mijn hand vasthoudt. Ja. Ik bedoel, in Istanbul vroeg ook iemand al iets anders. We hadden dat ook kunnen filmen, maar er was net de camera uit. Die vrouw vroeg van, kan een persoon met autisme wel seks hebben of zo, en trouwen? Ik zei, wat ben ik dan? Ik ben ook gewoon een mens. Ja. Mensen met autisme kunnen ook gewoon trouwen en zo. Ja. Bedoel, ja.
Maar die dan... vragen over je relatie. Vind je dat vervelend of vind je ze onduidelijk? Ik vind het niet vervelend, alleen zulke vragen vind ik raar. Maar dat laat wel zien dat mensen dus echt niet bijna niks van weten. Nee. Snap je? Ja. Als je het dan over die relatie hebt, nou ja, het gaat goed hè, met Mehmet, dat vertelde je al. Ja. Wil je ook kinderen? Ja, ik ben aan het kijken naar de erfelijkheid. Ik heb autisme en jij vertelde wel dat 25% is. Maar ik wil toch wel wat meer informatie erover. Ja, ik ben geen deskundige. Hè, dus ja, maar jij hebt toch die man geïnterviewd? We hebben hier een Autisme TV een uitzending gemaakt, ja, waarin ook professor Steyaert zat. Hè? Ja, ik wilde ook naar hem toe om een afspraak te maken. Ja. Ik wil gewoon weten waar ik aan toe ben. Ik wil wel kinderen, maar ja, ik ben een planner en ik wil gewoon weten wat mij te wachten staat. Ja. Ja, kijk, ik licht het misschien even toe dat professor Steyaert, die een autoriteit is op het gebied van genetica, die vertelde in een uitzending van Autisme TV dat als beide ouders de genen hebben en je krijgt kinderen, en die kinderen hebben dus dan ook de genen voor autisme, dan komt het maar in 25% van de gevallen tot uitdrukking. Dus in die dat andere gevallen heb je, of krijg je geen autisme of heb je in ieder geval de uitdrukking van autisme niet. En hoe dat komt... Ja, dat weten we nog niet. Daar wordt naastig naar gezocht. Maar het is 25% dan. Dat valt mee. Ja. Allebei de partners. Ja. Valt mee. Dus? Ja, ik wil het toch gewoon persoonlijk van hem horen. Ik weet niet eens of ik het gen heb. Nee, nou ja, maar in ieder geval... Hij is een autoriteit, dus daarbij ja, in ieder geval wel... Ja, ik heb les van hem gehad. Plek. Ja. Ik begrijp ook dat je werkt nu, hè, in Breda, is dat? Ja, ik werk al 7 jaar bij de gemeente Breda op het subsidiebureau. En die kijken natuurlijk allemaal vanavond. Die willen jou zien. Nee, denk ik niet hoor. Oké. Maar dat gaat goed? Ja, gaat goed. Alleen, misschien mag ik het niet zeggen, maar ja, ook mensen met autisme maken een ontwikkeling door. En ik ben zo ver ontwikkeld dat ik wel, ja, dit mag ik misschien ook niet zeggen, klaar ben voor iets anders. Okay. Alleen het is moeilijk. Dus je wil eigenlijk een andere baan? Misschien wel, ja. Ja, mag toch wel zeggen, toch? Tuurlijk, niks mis mee. Je mag tegen in de camera je talenten aanprijzen. Misschien kijken een werkgever. You know? Ik weet niet, het is moeilijk om werk te vinden. En ze zeggen wel mensen met een beperking dat ze moeten worden aangenomen. Maar het is heel moeilijk in de praktijk. Kijk jij ook naar jezelf op die manier? Iemand met een beperking? Nee, maar ik weet heel goed wat ik kan en wat ik niet kan. Ja. Ik heb HBO gestudeerd, maar ik kan niet zoals... Mijn medeklasgenoten de hele tijd alleen maar praten. Wat managers doen. Ik heb daarvoor gestudeerd. Ja. Ik kan prima achter een back-office werken, hoor. Noem eens een groot talent van jezelf. Ik kan heel goed details van elkaar onderscheiden. Ik kan heel goed fouten in en uit een document halen. Ik ben heel erg overzichtelijk. Ik werk heel snel en efficiënt. En ik vind het leuk om projectmatig te werken. Bijvoorbeeld die reizen die ik organiseer, dat doe ik allemaal projectmatig op een dag. Als er ergens een talent voor nodig is, is het wel voor het organiseren van dit soort reizen. Dus dat vind ik ook een talent. Alleen niet iedereen weet dat. Nu ik dat zo hoor, denk ik van dat mag je op je cv zetten volgens mij. Niet iedereen staat daarvoor open. Sommige mensen zijn bang daarvoor om iemand met autisme aan te nemen, omdat... Toen ik daar begon te werken, dacht mijn collega van dat ik misschien niet wilde praten of zo. Dat ik daar niet voor open stond. Ja, ja. Ik zei, ik sta er wel voor open, maar niet te veel. Heel de tijd mensen op de kamer. Ja. Niet de hele tijd als kippen. Dan ben ik weg. Ja. Dan zijn we nu echt aan het eind van onze uitzending. Birsen, hartstikke bedankt. Jij ook bedankt. Voor jouw gesprek. Was erg leuk. Ja. Ik hoop dat de kijkers het ook hebben gewaardeerd. Ik wilde afsluiten met nog wat informatie. Ik kijk ondertussen even op mijn computer. Want ik wilde hier even op wijzen. Een website van Dr. Leo Kannenhuis. Speciaal ontwikkeld voor ouders die zich zorgen maken over een kind. Die website is er ook in het Turks en in het Marokkaans. En die heet heeftmijnkindautisme.nl. En dat kunt u dus vinden. En het adres staat ook in beeld. www.heeftmijnkindautisme.nl. Dan heb ik ook beloofd om wat meer informatie te geven over de documentaires die zijn uitgezonden. De eerste documentaire, dat was Birsen. En de tweede heet Iemand Zoals Ik. En de eerste is terug te zien bij Uitzending Gemist. En als u hem op DVD wilt, kan dat ook. U kunt hem dan bestellen. En de tweede film is niet te zien online, maar kan wel besteld worden op een USB-stick of als een downloadlink. En dat kunt u dan bestellen, het adres staat in beeld, bij www.verbeeldproducties.nl. En dan zijn we volgens mij nu door de bijna laatste mededeling heen. Want ik heb hier nog staan dat we de uitzending ook gaan vertalen in het Turks. Daar hebben we het over gehad, hè? Ja. Daar ga jij bij helpen.
Ik ga het vertalen, ja. Je gaat proberen die uitzending, dus deze uitzending gaan we de komende weken proberen te vertalen. En ook die vertaalde versie komt dan online. En dat zal, denk ik, ook wel voor de Turkse gemeenschap heel erg kunnen helpen. Natuurlijk, ja, gaat ook heel Turkije kijken. Heel Turkije, dat zijn 77 miljoen mensen. Ja, de autistische families dan. Okay. Ik heb een heel groot netwerk daar. Hartstikke mooi, gaan we het nog over hebben, hoe we dat netwerk van jou dan ook gaan inzetten. Bedankt in ieder geval voor het kijken naar deze uitzending. En graag tot een volgende keer.